Dit is het lokale Omroep regionieuws. De ondernemers op bedrijventerrein Tijvoort hebben sinds kort een glasvezelnetwerk. Maar ze willen ook wat dingetjes op het gebied van parkeren en veiligheid. Als eerste stond op het verlanglijstje het verglazingsnetwerk. En dat is dus nu gebeurd. Maar nu wil men zich richten op andere wensen, zoals veiligheid en parkeren. Dit zegt voorzitter Vincent Forster van Ons Tijvoort. Je kunt het je niet voorstellen, maar de afgelopen dagen was er regelmatig geen benzine. Mensen stonden voor een lege pomp. Zo gebeurde dat onder andere bij veel onbemande pompstations. Ze kregen de melding, de pomp is niet beschikbaar. Ook op een aantal andere plekken in Nederland hebben chauffeurs al lege pompen aangetroffen. Zo is er een tekort aan benzine en diesel. Een woordvoerder van Shell heeft gezegd dat de problemen beginnen met de bevoorrading van het grote brandstofdepot bij Arnhem. De brandstof komt via tankschepen binnen. Door de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden is de waterstand van de Rijn laag en kunnen de tankschepen niet helemaal geladen worden. Men zoekt dus naar alternatieven met tankwagens. Maar die zijn er dus te weinig en daarom was er veel bot gevangen bij de benzinepomps. De komende dagen hoopt men bij Shell de problemen op te lossen. De echte oplossing moet vanuit Duitsland en Zwitserland komen. Pas als het daar flink gaat regenen of sneeuwen, dan is de waterstand in de Rijn weer op normaal niveau. De kerst begint steeds meer terrein te winnen in de regio. Niet alleen in de winkelcentra's, maar ook bij mensen thuis staat eerder de kerstboom. En vaak al voor Sinterklaas. Ook in de studio van de lokale Omroep Goorlen zijn de Sint-accessoires al weggehaald. Terwijl de verjaardag van Sinterklaas nog moet komen. Ook kiest een gros van de mensen eerder voor een kerstcadeautje als voor een Sinterklaas cadeautje. Tot besluit het weerbericht. Het is zacht weer en ook wisselvallig. Er valt ook veel neerslag. De temperatuur komt niet boven de 9 graden uit en de nachttemperatuur blijft hangen op 5 graden. En de wind komt uit het westen en is kracht 3 en voelt niet koud aan. Tot zover het lokale Omroep Goorlen regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Le in het live. Elke tweede zondagavond tussen 8 en 10. Slap gezwets en harde muziek met een hoge frequentie aan markante studiogasten en bijzondere onderwerpen. Voor meer informatie kijk je op leuninitlive.blogspot.com. Complexe malware achterhalen, maar dan om de digitale veiligheid van Nederland te beschermen. De Rijksoverheid zoekt ICT'ers. Kijk op werkenvoornederland.nl/ICT. In deze bijzondere straat wonen mensen die blij zijn dat ze hun huis energiezuiniger hebben gemaakt. Zoals Ronaldo en Sandy uit Rotterdam. Wij zijn de familie van Buren en we hebben een zonneboiler. Heel goed. En de buren uit Amersfoort hebben ook niet stilgezeten. Wij hebben onze cv-ketel met subsidie vervangen voor een warmtepomp. En er komen steeds meer huizen bij. Wil je comfort en een lagere energierekening? Kijk op energiebesparen doe je nu. Hoi, hey, wij zijn Rob en Jorien van 3FM. En deze winter komen we naar jou toe met 3FM Serious Request. Help ons mee geld in te zamelen. Daarmee kan het Rode Kruis levens redden in binnen- en buitenland. Organiseer een toffe actie in je buurt en meld hem aan via 3fm.nl/seriousrequest. Adverteren kunt u natuurlijk op verschillende manieren. De krant, internet, pamfletten, mond-op-mond reclame. Maar heeft u ook wel eens aan radioreclame gedacht? De lokale Omroep Goorlen vergroot uw naamsbekendheid in de regio Goorlen en Riel. Kijk voor informatie op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl. Dit is de Music Corner. The Music Corner. The Music Corner. Omroep Goorlen.
kleine jongen. Je bent op deze wereld, dus zal je moeten vechten net als ik. Je kan het weten, het leven is niet makkelijk. Er is tegenspoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook, helaas, het is waar. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar. Dit leven. Het is leeg, want jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij. Dan zul je echt gelukkig zijn. Want het leven is zo kort. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet klein. Kleine jongen, op school al zul je merken dat alles draait om cijfers en om macht. Zo is het leven, dus leer wat je moet leren. Dan ben jij degene die het laatste lacht. Kleine jongen, als jij dan later groot bent, dan is je vader er misschien niet meer. Vertel dan aan je eigen kinderen de wijze lessen van je oude heer. Dit leven. Dan zul je echt gelukkig zijn. Want het leven is zo kort. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet klein. Zo, goedenavond. Ja, kleine jongen. Goed, André Hazes en kleine jongen hoorden hier voorbij komen hier bij de lokale Omroep Goorlen. Goedenavond. Het is maandagavond. Dit is The Music Corner. Marcel de Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Nou, we moeten er vanavond een paar afstrepen, want Marcel de Vet is niet aanwezig. Die is voor zijn werkzaamheden eventjes het land uit. En Linde Laat had ook andere verplichtingen. Ja, ze hadden officieel een briefje ingeleverd. Dus ze mochten vanavond gewoon een keer afwezig zijn tijdens deze radio-uitzending. Maar we hebben vanavond een hele bijzondere gast. Ik doe het niet alleen, ik doe het vanavond met Rob. Hoi. Hallo, steun het u verlaat. En natuurlijk ook Niels van Kollenburg. Zo dadelijk gaan we met hem praten. Welkom trouwens, Niels. Hè? Ja, goedenavond. Je hebt het allemaal een beetje kunnen vinden ook, ja. Ja, zeker. Het is onderhoek, dus dat was goed te doen. Gelukkig, ja. Udenhout. Om, zo is dat, Udenhout. Ja. Om de hoek met veel regen, of niet? Wel wat veel regen inderdaad. Ja. Ja, dus, okay. Ik was met de auto, dus ruitwissel die deed natuurlijk. Oké, dus dat wou wel. Ja, nou, hartstikke goed. Je hebt in elk geval geen routebeschrijving nodig gehad. Het Jan van Bezouw is makkelijk te vinden. Ja, inderdaad. Dat kan niet missen. Dat staat al een prominent gebouw, zullen we zeggen. Oké, ja. Nou, we gaan zo dadelijk een beetje praten. We gaan leuke muziek draaien. Het eerste uur zitten we vol met 95% Nederlandstalig. Dus dat gaat goed komen, denk ik. En natuurlijk ook jouw liedjes. Dus welkom. Dit is de Music Corner. En we zijn er tot vanavond 11 uur zullen we doen, hè? Want ja, tot 11 uur staan we ingeroosterd hier bij de lokale omroep. Dus zullen we dat maar gaan doen, hè? Anders hebben ze weer stil, dus dat is ook niet leuk. Met modder in mijn bloed strijd ik somber door de paden. Ik stamp elk ander gebroed, levenloos terug in een gaten. Thank you.
winter elk kader. Ja, mijn ziel is veel te groot. Ik ben mijn eigen verrader. Laat mij maar landen in de goot. Daar verslind ik dan de ratten. Ik flos mijn tanden met een staart. Een spin vlug zijn web uit. Zijn angst achterna. De lappen regels aan mijn laars verbrand ik in het vuur aan mijn schenen. Ik leef de daver van het lijf. Ik stil de zeis van magere hein. Mijn bloed vloeit in de modder. Moeder aarde, jij drassig wijf. Ik zal leven en ik zal sterven, maar voor altijd bij jou zijn. Zeggen wil, maar ik vind ze niet. Het is toch niet zo moeilijk, het zijn er niet zoveel. Ik zing dit liever met dit liefdeslied, met de woorden van amore en het ritme van mijn hart. Probeer ik jou te raken met elke liefdespijl die ik in jouw hartje schiet. Fantasie, ik weet niet wat ik zie, ik weet niet wat ik zie. Voel jij misschien ook liefde, maar weet je het zelf nog niet? Of vang ik jou met deze melodie? Met de woorden van amore en het ritme van mijn hart. Probeer ik jou te raken met elke liefdespijl die ik in jouw hartje zie. Ik
wel leuk. De videoclip van deze Edwin Kaljou is opgenomen op de Ginkelse Hei. Ja, ik zat naar de videoclip te kijken. Ik dacht van, hé, dat ken ik. Dat zat toen inderdaad waar ik woonde om de hoek. Want daar heb ik 35 jaar gewoond. En Edwin Kaljou die had daar zijn videoclip opgenomen. Goed, dat even terzijde. We zitten in de Nederlandstalige muziek vanavond. We hebben vanavond een gast. Niels van Kolenburg. Jawel. Ja, goedemiddag. Hoi. Hallo. Welkom, hallo. Welkom. Dankjewel. Nou, hartstikke goed dat je er bent in elk geval. We waren een beetje verrast. Een paar weken geleden, toen zagen we een clip van jou voorbij komen op YouTube. Ja. En dan klikken we het aan. Want ja, de Music Corner zit niet helemaal in de Nederlandstalige muziek. Nee. Maar deze viel ontzettend op, want we vonden het een liedje. En we moeten eigenlijk een beetje een aanklacht naar jou indienen. Want het liedje zat ook dagen in onze kop eigenlijk. Ja. Oh ja, dat is alleen maar goed hoor. Dan, yeah, right. Zo geslaagd dan. Ja, het was zeker geslaagd. Dat heb ik het over het liedje wat jij zeg maar onlangs hebt uitgebracht, Waar ik voor leef. Ja, klopt inderdaad. Ja, dus, ja leuk. Ja. Eigen compositie? Ik heb het opgenomen in de studio bij Renny Wathils in Rijsbergen. Die heeft de muziek gemaakt. En ik heb zelf ook de tekst geschreven. Oké. Okay. Ja. Dus, samenwerkingsverband. Ja, samenwerkingsverband Leuk. Inderdaad. Ja, zeker. En je schrijft verder met diegene? Was dat eenmalig? Nou, dat de bedoeling. De starters. Nee, ja, nee, goed. De bedoeling is wel om de volgende keer ook weer met hem verder te gaan. Dus dat, het was een fijne samenwerking. Dus dan hoop ik dat we dat zo voort kunnen zetten. Ja. Absoluut. Dan vraag ik me af, als je dan zo'n tekst schrijft en zo, hè, zoals zo'n pakkend liedje, had je dat ook verwacht dat het zoiets zou worden? Dat het overal ook gedraaid werd? Want dat is ook nog even afwachten. Ja, nee, absoluut. Nee, dat had ik in eerste instantie niet verwacht. En het is ook een beetje, je duikt dan de studio in en dan ga je kijken van, goh, wat vind je leuk? Mm-hmm. Ga je een paar bepaalde muziekstijlen ga je af en dan worden demo's gemaakt. En uiteindelijk dan ben je samen tevreden over die demo. En dan, ik had ook een paar onderwerpen in mijn hoofd waar de tekst over zou kunnen gaan. Maar toen hoorde ik het liedje en toen dacht ik, ja, dit klopt helemaal niet meer. Dus toen ben ik eigenlijk weer thuis aan de keukentafel gaan zitten. En toen heb ik er een nieuwe tekst op geschreven. Dus jij, je kunt dat van tevoren nooit helemaal bepalen, denk ik. Dat is gewoon iets wat ter plekke ontstaat, denk ik. Ja. Ja. En hoeveel tijd neemt dat in, zo'n tekst schrijven? Ja, ik vind dat we altijd wel graag even weten. Ja, nou, dat wisselt heel erg. Avonden, nachten, niet slapen. Nee, dat eigenlijk helemaal niet. Dat was natuurlijk de eerste keer. Dus dat was meer de vraag toen ik de tekst op papier had staan. Van, nou goed, klopt het nu al helemaal? Mm-hmm. Want je hebt geen houvast van, goh, wat moet ik hier nu mee doen? Nee. Dus je bent al continu aan het oefenen. Maar eigenlijk de tekst zelf, die stond binnen een half uur op papier. En toen heb ik nog wel een paar keer gedacht, moet ik hem niet aanpassen? Moet het niet iets anders worden? Maar toen stuurde ik hem door, toen liet ik hem eens naar kijken. En die was eigenlijk ook direct enthousiast. Dus uiteindelijk stond hij binnen een half uur op papier. Alleen er is wel een tijdje overheen gegaan voordat ik er zeker van was dat dit hem ook was, zeg maar. Ja, een tijdje onder je kussen neergelegd. Ja, ja precies. Ja. En al langer bezig met zelf schrijven. Langs zij ook de covers zingen? Ja, nou, ik zing inderdaad heel veel covers en dat deed ik al, dat doe ik al heel lang eigenlijk. Alleen sinds dit jaar ben ik er echt volledig voor gegaan. En dit is dan het eerste nummer van de tekst zelf heb geschreven. Mijn eerste eigen plaat ook, zeg maar. Mm-hmm. Ja. De clip heb ik ook bekeken. Ben je daarvoor naar het strand gegaan? Of wat lijkt een beetje een strandscene, hè? Ook een beetje dat zand en zo. Ja, precies. Ja, het is ook een beetje een nazomers nummertje, dus daar hebben we over nagedacht. Maar het is, uiteindelijk is het Lommel geworden in België. De Sahara is dat daar. Ja. Dat lijkt ook een beetje op de duinen, maar dat past wel in het plaatje inderdaad. Water, zand, warme zand. Ja. En het was de zon scheen, dus wat wil je nog meer? Het enige jammer is dat we ook met een drone aan de slag waren gegaan, alleen die beelden waren helaas alweer mislukt. Oh, dus jammer. Hebben we het zonder de drone moeten doen. Ja, hij maakte de verkeerde beelden of is hij neergestort? nee, dat kan ook niet. Hè? Nee, dat had met de zonnestraal te maken die in de lens kwamen, zeg maar. Ja, meestal als je dan zeg maar een videoclip ziet van Nederlandse artiesten die dan net aan het podium staan, hè, want jij bent ook eigenlijk net aan het podium, ja, hè, ja. Dan zie je een videoclip met alleen de zanger en verder niks. Maar jij hebt ook nog een beetje choreografie bij, want er zijn twee dames, of een dame en een heer zijn aan het dansen. Ja, klopt. Op het strand, die komen ook regelmatig voorbij, ook een keer op het podium waar jij dan staat, zeg maar. Hè. Ja. En hoe ben je daar aangekomen? Is één van deze twee toevallig jouw metgezel? Of? Nee, dat niet. Eigenlijk de jongen. Waar ik de videoclip heb gemaakt, die kennen hun dan weer. En hun hebben een dansschool. Ja. Dus dat eigenlijk via het netwerk hebben we gekeken van, nou, wie kunnen we daarvoor benaderen. En uiteindelijk
Waren hun dat, ja. Dus ik ken ze zelf van tevoren niet, maar dat ging hartstikke goed. Dat was hartstikke gezellig. Aan het einde loop je met die dame aan de hand. Ja, dat klopt. Ik zei dat toen ik daar kwam, toen ken ik ze niet, maar uiteindelijk wel. Dat is toch wel. Ik ben er mee, ja. Die jongen kijkt me nu niet meer aan. Nee, ik dacht dat. Daar kan ik in komen. Weet je wat we gaan doen? We gaan even het liedje draaien. Dan weten we ook waar we het over hebben. Ja, waar ik voor leef. Misschien even kort uitleggen. Is het een liefdesverhaal? Of? Ja, nou, eigenlijk wel. Dus ik dacht, over de liefde zijn er geen nummers gemaakt. Nee, helemaal zeggen. Nee, het is wel gebaseerd ook op verhaal die je zelf vroeger hebt meegemaakt. En het gaat over de liefde dat je iemand tegenkomt, maar dat het dan toch niks wordt. Of het nou dan uit angst is, of nou, dat laat het liedje nog een beetje in het midden. Dat was bij mij vroeger wel zo ooit het geval. Maar dat je uiteindelijk toch weer bij elkaar komt. Uiteindelijk is het gewoon een vrolijk nummer over de liefde. Eind goed, ja. Al goed. Eind goed, al goed. Eind goed. Ja, zeker. Goed, we gaan het luisteren. Niels van Koorn. So far, so good. Ja. Waar ik voor leef. Hier komt hij aan. Toen staan, toch ben ik weggegaan. Ik weet ook niet waarom. Die stralende lach, zei ik zomaar gedacht. Schat, wat was ik toch stom. Oh, je bent degene waar ik voor leef, die ik al mijn liefde geef. Ik hou voor altijd van jou. Je bent echt alles wat ik wil, want jij maakt het verschil. Corner. Marcel de Vet, Lin de Laat en Erik van Vliet. Omroep Goorbe. 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 Schrijf je naam hier in het zand. In gedachten zie ik jou. Sensueel volmaakt zo mooi. Alsof je hier nu voor me staat. Uit het niets kom jij tevoorschijn. Is dit ons moment? Nooit liefde valt en ik samen met jou dromen uit laat komen. Dansen door de nacht, weet ik precies wat jij van mij zou willen horen. Fluister in je oor. Maar dan wel alleen met jou. Maar dan wel alleen met jou. Maar dan wel alleen met jou. Een moment opnieuw beleven. Maar dan wel alleen met jou. Maar dan wel alleen met jou.
Jou. Ja, ja. Je hoorde Danny van der Roest. We krijgen nog wel eens wat liedjes binnen via onze e-mail. Van, misschien kunnen jullie dat dan wel even gaan draaien. Nou, dat is een mooie mogelijkheid nou in dit uur. Want ze worden natuurlijk op de dinsdag ook gedraaid bij Hatsenflats. Maar in deze music corner zit ook heel veel Nederlandstalig. We hebben vanavond de gast Niels van Kollenburg. .nl, zo staat op de flyer te zien. Dus mensen kunnen ook op de website kijken. Je komt uit Zethoogenbosch. Er staat op jouw site Den Bosch. Heb je geen boze Bossenaren gehad? Want die willen dat het Zethoogenbosch is, hè? Ja, dat klopt. Maar Google die heeft weer liever Den Bosch, zeg maar. Okay. Dat is eigenlijk de reden. Maar goed. Ik praat meestal ook over Zethoogenbosch. Maar ondertussen woon ik in Udenhout. Dus, dus je bent weer verhuisd en zo. Ja, ja. Eerst woonde je nog in Vught, hè? Zaten daarna dus in Udenhout. Komt steeds dichterbij. Ja, precies. Precies. Nog even ga je in Goorlen wonen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Hè? Wie zal het zeggen? Ja. Je weet het niet. Ja. Je hebt het al een klein beetje verteld. Hè? Maar vertel eens even. Want de liefde voor jouw muziek is eigenlijk begonnen toen je in de early days bij een geluidsbedrijf werkte. Hè? Toen, dat klopt. Ja. Moest je klopt, techniek doen bij andere Nederlandstalige artiesten. Ja. Toen dacht je, dat kan ik ook. Is het een beetje zo gegaan? Zo kort maar krachtig of? Ja, nou goed, als je jong bent, dan luister je natuurlijk nog. Ben een beetje zoekende naar wat je nou allemaal leuk vindt qua muziekstijlen. Mm-hmm. En ik zat op de middelbare school, had ik een klasgenootje, een vriend van mij zat ondertussen. En die had een geluidsbedrijf thuis, dus hij was geluidsman. Mm-hmm. En dan begon mij dat ik daar wel eens mee ging natuurlijk. En toen raakte ik daarmee in aanmerking en later ging ik daar ook werken. Dus die verzorgde het geluid voor heel veel Nederlandse artiesten inderdaad. Was toen ook nog Sugley Hooper. En Jungle Wacht, dan doen ze nu Stef Eckel. Allemaal wat bekendere namen in dit genre, zeg maar. En die hebben ook allemaal daar gestaan. Daar heb jij schuifjes voor bediend, bijvoorbeeld? Of? Ja, meegeholpen, ja. En Roadie heet dat dan. Dus veel opbouwen en zo ook. Maar ik ken ook een aantal van die artiesten. Je hebt bijvoorbeeld Alex, die had vroeger een hit met Bossie Rode Rozen. Ja, Bossie Rode Rozen. En Bossie Rode Rozen. Dat was hem. Ja. Ik ken ze wel. Ja, daar ben ik vorige week nog in de studio geweest bij Alex. Want die ging weer twee nieuwe singles opnemen. Daar heb ik meegezongen in de achtergrondkoren. Dat is ook hartstikke leuk om te doen. Maar je hebt ook de geluidstechniek in algemene zin, of misschien zelfs in bijzondere zin, je weten aan te leren. Dus niet alleen maar roadie en de apparatuur aandragen, maar ook nog wel de... Ja, nou, daar bij dat geluidsbedrijf was het vooral roadie zijn. Alleen daar leer je natuurlijk een hele hoop zaken inderdaad. Thuis heb ik ook die apparatuur aangeschaft en heb ik me dat ook een beetje eigen gemaakt inderdaad. Goed, ik ben natuurlijk niet zo goed als die grote heren, maar inderdaad, ja, klopt. Ja. En, maar daar begon het inderdaad. Dus, en toen zag ik al die andere artiesten en begon ik het zelf ook hartstikke leuk te vinden, die muziek. En je stond er langs de artiest en de mensen die daar in het publiek stonden, die wilden het allemaal aanraken. En ik dacht, het zijn natuurlijk ook maar gewoon mensen. Maar het was gewoon heel, heel gezellig en, om te zien. Want het is niet dat ik zelf nou de hele dag door alleen maar deze muziek luister. Ik ben ook best wel breed georiënteerd. Ja. Maar gewoon die gezelligheid, die sprak me heel erg aan. En toen was eigenlijk bij toen we rijbuis haalden, toen ik een jaar of 18 was. Dat was ook weer een heel apart verhaal, hè? Dat is ook een apart verhaal, ja. Vertel, we willen gelijk alles weten. Ja, maar toen deelde ik dus die passie met mijn Rijnstatrice. En die vond het ook wel leuk. Die zei, nou neem maar een keer een cd'tje mee. Dus ik ging zelfs cd'tje branden. Ja. Die luisterde dan in de auto tijdens de rijles. En dan is het
Dan gingen we meezingen. En meezingen. Ja. Dan zetten zij totdat mee zij die... de geluids... ja, de radio uitzetten. Volume uitzetten. Ja, ja, precies. Dus, ja, en zij zei eigenlijk als een van de eerste van goed, daar moet je echt iets mee gaan doen. Dat is hartstikke leuk. Ja, maar hij vond het wel heel erg gezellig dat jij ook een beetje meezong in de auto dan? Of? Ja, nou, het was zelfs een vrouw, Rijn Surtisse. Oh, oké. Okay. Dat kan ook. Maar ja, die vond het heel erg gezellig inderdaad. Ja. En, maar ze zei ook, ze vond ook wel dat ik een goede stem ervoor had. Ja. En ja, zo begon het eigenlijk. En, maar ja, dat zeggen mensen dan, daar moet jij iets mee doen. Maar in principe ja. Ben je er al de hele tijd mee bezig. Ja, dat klopt. Alleen men zegt dan eigenlijk van, je zou er eventueel iets specifieks mee kunnen doen. Ja. Kwam jij overigens, wat heet, bij toeval in dat bedrijf waar men de geluidsapparatuur verhuurde terecht? Of kwam dat, vloeide dat toch ook? Hoe dan ook voort uit het feit van dat de liefde voor de muziek was er natuurlijk altijd al, lees ik. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat klopt inderdaad. Dus, maar het was dus vooral, in dit show was het vooral omdat die klasgenoot van mij dat geluidsbrein had. En dat we bevriend raakten en dat ik toen met haar meeging, zeg maar. Ja. Maar het blijft moeilijk natuurlijk, hè? Om als artiest, zeg maar, ja, in de tijd van nu om voet aan de bodem te krijgen. Jij hebt nog gewoon een ouderwets cd'tje bij je. Ja, ja. De meeste mensen die zetten het op Spotify, die branden helemaal geen cd's, maar jij doet het nog officieel. Want zoiets is natuurlijk wel wat landelijk bij veel radiostations nog echt aanslaat, hè? Gewoon een cd'tje aan. Ja, het is ook heel leuk inderdaad om gewoon een cd'tje af te kunnen geven, links en rechts. Je hebt wat in de hand bijvoorbeeld, ook nog. Ja, inderdaad, want het is natuurlijk aan de ene kant normaal en leuk dat het allemaal digitaal wordt. Maar ik vind het ook wel een leuk iets hebben. Ja. En later ook voor jezelf natuurlijk, dat je straks nog zegt, nee, kijk, dit zijn mijn singeltjes en ik heb ze nog op cd. Er zat een hele kast vol zo, een hele rij bovenin. Ja. Maar wat bedoel jij met van het lijkt of het blijkt moeilijk te zijn om voet aan de grond of voet op het podium te krijgen. Want er zijn er natuurlijk velen, maar ik signaleer ook wel dat er een circuit is, althans dat is mijn indruk, waarin sommigen wel erg veel gepromoot worden en daardoor per definitie, dat is logisch, wat minder natuurlijk die promotie. Ja, verkrijgen. Ja. En ja, dat is. Ja. Nou is het bijvoorbeeld bij wat ik toen straks zei, bijvoorbeeld noemen bij Radio NL bijvoorbeeld. Ja. Dan heb jij echt geluk gehad dat ze je daar draaien. Want daar draaien ze niet altijd alle artiesten. Nee, dat klopt. En inderdaad. Daar worden bijvoorbeeld liedjes van Dries Roelvink, die worden daar constant gedraaid. En van Gerard Joling, als hij een Nederlands liedje maakt, of Gordon. Ja. Dan gaat dat gewoon de eter in 6-7 keer per dag of 8 keer. En dan kom je als nieuw artiest, dan wordt het vaak niet gedraaid. Dus wat dat betreft. Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk heel spijtig. Ja, dat is heel spijtig. In eerste instantie nog niets van de kwaliteit, om het zo te noemen. Nee. Nee, ja, maar klopt, meer klopt. Van de manier waarop er mee wordt omgegaan. Ja. Ja. Ik zelf vind dat heel spijtig. Ja. En ik heb soms een beetje mijn bedenkingen ook. Ik mag dat misschien niet zeggen op de radio, maar ik doe het toch. Ik heb soms een beetje mijn bedenkingen dat er soms ook, zeg maar, bij die grote radiostations ook, ja, ik wil niet zeggen steekpenningen, maar dat er wel gezegd wordt, nou, luister, als jij een liedje draait, dan doen wij dat en dat wel. En wordt er weer een spotje ingezongen door Gerard Joling bijvoorbeeld voor niks, weet je wel, zulke soort dingetjes. Ja, precies. Dat denk ik dan, hoor. Ja. Al is het alleen maar om in het gevlijtige haken of zo. Je gaat met celebrities om. Ja, ja. Dat is menselijk, maar ik vind dat spijtig. Ja, ja dat is ook zo. Maar ik ben ook wel eens bij de radio geweest en dan zei ze van, goed, we krijgen iedere week, ik geloof wel 50 singles binnen van de artiesten. Want er zijn er zoveel, ook in dit genre. Dat klopt. Maar als sommigen gewoon, om welke reden dan ook, heel veel aandacht krijgen en dat genereert zichzelf. Ja. Dan per definitie, dat is logica, krijgen anderen dus niks. En dat is een. Ja. Dat klopt. Ja. Ja. Ja, dat is jammer. Dat is jammer, zeker. Ja. Maar jij hebt het in elk geval zo gered. Bam, je staat erop. Dus, en niet alleen bij Radio NL, maar natuurlijk ook bij andere radiozenders waar je al gewoon gedraaid wordt. Ja, klopt. Dus wat dat betreft slaat het aan, hè? Dus ja. Ja, en dat is ook hartstikke leuk, zeker. En, de optredens, dat is natuurlijk ook, dat is weer de andere kant van de medaille, hè? Dat is ook hartstikke leuk. Ja, dat is toch misschien wel het leukste, of niet?
Ja, zeker. Want dat is toch wel leuk om te zien. Om de mensen blij te maken. Om de mensen te entertainen. Om een leuke avond of een dag te bezorgen. Om te zien dat, dat jouw muziek zo op wat voor manier dan ook raakt. Of ze nou blij of ontroerd raken. Dat is toch mooi om te zien, ja. Ja, en het maakt je ook niet uit. Grote of kleine zalen. Want op je YouTube-kanaal zie je ook bijvoorbeeld dat je optreedt bijvoorbeeld een heel select groepje. Ja. Ik zag ook een aantal oudjes zeg maar, op de stoel zitten. Ik denk dat een soort bejaardenshuisje was of zo. Of iets waar je aan het optreden was. Maar ik zie ook bijvoorbeeld echt dat iedereen uit zijn dak gaat op het podium. Dan denk ik van, nou, dan staan er al heel veel mensen daar te juichen voor Niels. Dus jij maakt geen onderscheid. Nee, precies. Het is ook altijd net zo leuk. Want voor een select groepje, dat kan net zo gezellig zijn. Of soms zelfs gezelliger dan voor een hele feesttent. Mm-hmm. Maar zo'n feesttent is natuurlijk ook hartstikke leuk. Dus eigenlijk maak ik daar geen onderscheid in. Ik vind het juist leuk om overal en nergens te komen. Van groot tot klein. Ik heb me laten vertellen dat als het uur van de wolf. Met een uitzending van Jacques Brel. Ja. Dat was in de tijd dat Charles Aznavour overleed. Maar goed, men waagde zich toch aan Jacques Brel die avond, die week. Mm-hmm. En daarin kwam te sprake dat hij behalve in Olympia in Parijs bijvoorbeeld... voor volle zalen stond en zong. Maar dat hij in zijn vrije tijd ook wel eens pro deo... gewoon gratis voor studenten... Klein select gezelschap, die kwaliteit speciaal, dat is ook educatief dan. Ja. En ook voor ouderen. En het ging dan pro deo. Ja, ja. In hele kleine settings en zo. Dat vond ik heel aantrekkelijk. Dat kan me voorstellen. Dat hoort er ook bij, denk ik. Ja. Ja. Ja, mooi. Goed, we gaan er even een van jouw eerste liedjes draaien. This is the moment. Ik heb trouwens je muziekband gevonden, ramen waar. Dus we gaan straks proberen of we een stukje live kunnen doen. Mocht het qua geluid niet echt lukken, dan ligt het geheel aan Erik van Vliet, die hier achter de microfoon zit. Want normaal dan doet iemand anders de techniek. Dus we gaan het straks toch eventjes proberen. En dan gaan we misschien ook even een stukje live doen. En dan wordt dan de nieuwe single Waar ik voor leef. Dan hoor je hem hier live ook in de radiostudio. Maar eerst This is the Moment. Een cover van artiest. In Nederland is hij vooral bekend door René Vroeger. Oh ja, René Vroeger. Ja. Maar hij is ook nog een keer iemand anders gemaakt volgens mij. At This Moment heet hij volgens dan. Ja, en in Amerika is hij heel bekend met de musical. Mm-hmm. Met de naam ook even kwijt inderdaad. Maar hij is er in verschillende uitvoeringen. Maar okay. deze uitvoering, dat is eigenlijk de uitvoering zoals René Vroeger hem ook heeft gedaan. Ja, en die we nu gaan draaien is de uitvoering zoals hij in deze regio hoort. Want dat is hij van jou, van Niels van Kolenburg. Ja, precies. Goed. Hier komt hij aan. This is the moment bij de Music Corner op de lokale Omroep Goorlen. This is the moment, this is the day. This is the moment when I know I'm on my way. Have you never, I have made ever, it's coming into play, it's here and now, today. This is the moment, this is the time, when the momentum and the moment are in rhyme. Give me this moment, this moment, this moment. I'll gather up my best and make some sense at last. This is the moment when all of done, all of the dreaming, scheming and screaming becomes one. And this is the day, just see it shine, when all of life becomes this is the moment, this is the hour, when I can open up tomorrow like a flower, and put my hand to everything I've planned to,
fulfill my grand design. See all my stars align. This is a moment, my final test. Destiny beckons, I never earn second best. I won't look down, I must not fall. This is the moment, the greatest moment of them all. This is the moment, them all the earth. This day or never, I'll say forever with the God. When I look back, Marcel de Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Omroep Goorbe. Het is nog vroeg, ik wandel langs de kroeg. De deuren zijn gesloten. Straks gaat het pas open, dan wordt het een groot feest. Ik besluit om even door te gaan. Later kom ik hier nog wel eens aan. Ik ben benieuwd, wat is dit voor café? Waar ben ik even zelf geraakt? Nog nooit heb ik dit meegemaakt. Ik liep zo naar binnen, nog nooit hier geweest. Verzeild geraakt. Nog nooit heb ik dit meegemaakt. Ik liep zo naar binnen, nog nooit in geweest. Landen in het oergezellig feest. Waar ben ik in verzeild geraakt? Nog nooit heb ik dit meegemaakt. Toen, de tijd die wij hebben gehad, voel ik weer die pijn van alle tranen die ik had.
Jij had mij beloofd dat jij nooit bij me weg zou gaan. Maar toch sta ik hier heel alleen en moet ik nu weer doorgaan. Maar dat wist je, kon jij hier nog maar één keer zijn. Mooi zijn die gedachten dat we samen altijd lachten en genoten van het leven met elkaar. Die momenten die wij kenden. Gaan voorbij, maar toch meer zit die mooie tijd. Steeds weer hoor ik 's nachts de laatste woorden die je zei. Als ik ooit zal gaan, kun jij het leven zeker aan. Maar toch sta ik hier heel alleen en moet ik nu weer doorgaan. Maar dat wist je, kon jij hier nog maar één keer zijn. Mooi zijn die gedachten dat we samen altijd lachten en genoten van het leven met elkaar. Die momenten wij kenden, komen nooit meer hier terug. Jij mag niet vergeten dat ik altijd heb geweten dat jij ooit zoveel gehouden hebt van mij. Want ik mis je, maar dat wist je. Ja, zeker. Treedt ook heel veel op, want ik zie hem regelmatig op posters staan bij bijvoorbeeld, hoe heet het, Pet Kolen in Tilburg. Oh ja, klopt. Treedt hij heel veel op. Zie je heel vaak die posters staan. Ja, dat is echt een café daarvoor ook. Ja, echt een Nederlandstalig café ook. Hè? Veel jeugd ook vandaag de dag. Ja, zeker. Zie zeker. Ik als ik daar voorbij fiets, ja. Pet Kolen. Ja, al generaties lang ook, hè. Ja. Als we het trouwens over jeugd hebben en zo, hè, als je een beetje jouw fans kan inschalen, waar, in welke categorie ligt dat? Zijn dat toch, is het van alles? Of zeg je van, ja, we hebben het toch meer over 30 plus? Of... Nee, het is eigenlijk echt wel heel divers. Het is echt wel van alles. En dat komt ook omdat mijn repertoire ook wel van alles is. Ja. En je ziet aan de ene kant dat de jeugd het leuk vindt. Van de jaren 20 bij van spreken. Ja. Maar aan de andere kant ook de 65 plus. Die doet er net zo leuk mee. Ja. En dan is het leuk die oudjes waar je het straks over had. Ja, die zag ik. Dat ja, was precies. Echt leuk. En die vinden dan bijvoorbeeld een nummertje van René Vroeger, van Tom Jones voor Orbison. Nou, dat is voor hun dan weer heel herkenbaar. Ja.
Dus, maar ik zing ook de dijken van dik hout, dus van commercieel tot niet commercieel. Dus ik probeer het een beetje af te stemmen op het publiek eigenlijk. Ja, van dik hout, een goede band, hè? Oh, ja, absoluut. Ja, Martin in Buitenhuis met Stil in mij en al die andere liedjes. Ja, ja zeker. Die liefde voor de muziek, die er natuurlijk altijd al was, zoals jij zelf zegt, schrijft. Uitte die zich als kind al, dat je thuis nogal meezong met wat er zo op de radio verklankt werd? Op de Walkman. Of, ja, precies. Ja, nou, zeker. En goed, ik denk als kind in jonge jaren dat je allemaal wel een keer hebt dat je helemaal weg bent van een bepaalde band en dat heel je kamer onder de posters hangt. Aha, en ik ging altijd slapen met de Discman op. En toen zong ik eigenlijk altijd wel mee, want het was toen nog geen Nederlandstalig. Ja. Maar ja, inderdaad. Ja, dus dat heb ik altijd wel gedaan. Maar echt het zingen, dat kwam toen pas echt met mijn 18 dat dacht van hey, mensen vinden het ook leuk. Ik kan er blijven ook. Ja. En toen was als ik toen aan een feestje ging met vrienden, dan kwamen ze meteen naar me toe van hey, ga je nog zingen? Ja, right, yeah. Maar dat ik af en toe dacht van moet dat nou wel. Dan zit je lekker te pimpelen. Ja, precies. Ja, het moet dat vertrouwen ook nog een beetje groeien. Maar dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Dus iedereen was eigenlijk direct wel enthousiast. Ja, oké. Okay, nou, we hebben de orkestband. Want ik zie net op de klok dat we nog 8 minuten hebben. Dus we gaan even iets heel onverwachts doen. Ik zeg even tegen de luisteraars. Dit doen we echt onverwacht, want we hadden het niet gepland, een live optreden. We hebben in elk geval wel de orkestband gevonden, dus dat komt helemaal goed. Het liedje Waar ik voor leef gaat nu live performed worden hier op de lokale Omroep Goorlen. En dit gaat allemaal heel leuk worden. Dus hier komt Niels van Kollenburg met Waar ik voor leef. Nou, yes. Mocht er iets met het geluid niet kloppen, ligt het aan Erik van Vliet. Hierbij. Ja? Ik zag je daar toen staan. Toch ben ik weggegaan, ik weet ook niet waarom. Die stralende lach, zei ik zomaar gedag, zat wat was ik toch stom. Oh, je bent degene waar ik voor leef, die ik al mijn liefde geef, ik hou voor altijd van jou. Je bent echt alles wat ik wil, want jij maakt het verschil. Blijf voor altijd mijn vrouw. Ik zet mijn angst nu opzij, want jij hoort bij mij. Zonder jou wil ik niet zijn. Samen met jou hier hand in hand, lopen door het warme zand. Met jou voelt alles fijn. Je bent degene waar ik voor leef, die ik al mijn liefde geef. Ik hou voor altijd van jou. Je bent echt alles wat ik wil, want jij maakt het verschil. Blijf voor altijd mijn vrouw. Hop, en jou gaat een beetje zwaaien met die handen. Zwaaien. Ken we de tekst al of niet? Kunnen we meezingen? We gaan het proberen. Je bent degene waar ik voor leef. Okay. Applaus voor jezelf. We gaan door voor de tweede ronde dan. Ja, precies. Goed, applausje. Yeah!
Dankjewel. Niels van Kolenburg, live hier bij de lokale omgeving. Nou, ik vond het fantastisch gaan. Ik vond echt waar. Ja, top, dat was hartstikke leuk. Ja, echt, zeker. Gewoon te gek. We hebben hem ook, dus binnenkort gaan we hem ook weer heruitzenden. Ja. Want het is gewoon weer een hele... Ik moet je gewoon je galm een beetje wegzetten. Volgens mij had ik de goede knop gevonden. Ja. Dus komt helemaal in orde. Nou, top. Ja. Wat ik dan ook wel weer verrassend vind, want we hebben nog heel eventjes, 4 minuten, dat jij ook van Engelstalige muziek houdt. Ja, absoluut. Jij noemde onder andere op Roy Orbison. Nou, daar is Rob heel blij mee, want die is, vindt wel een beetje Roy Orbison fan en zo. En Everly Brothers. Everly Brothers. Oh, ja. En zo, einde jaren 50, begin jaren 60. Zo, ja. Ja, leuk. Ja. En je noemde ook op Tom Jones. Nou, klopt. Ja, absoluut. Vertel, waarom Tom Jones? Ja, ik weet het wel. Dat is een goeie natuurlijk, maar... Ja, inderdaad. Nou, eigenlijk zijn... alles klopt daaraan, denk ik wel. Dus inderdaad, de manier van zingen, de teksten, de muziek en zijn prachtige stemgeluid. Ja, dat was voor mij als kind al heel herkenbaar. En dat is zo ingegroeid eigenlijk. Oké, nou hartstikke top. En een entertainer, hè? Ook nog, ja. Absoluut. Op het podium. Ja. Echt een podiumbeest is ja, het. Ja, zeker. Hij heeft echt die allure. Mm-hmm. Ja. En iedereen zingt het mee ook, hè? Ja. Even nog een korte vraag, want we moeten echt het liedje gaan draaien. Anders kunnen we hem niet meer draaien. We hebben nog 3 minuten. Ja. Waar kunnen we je binnenkort live zien? Heb je nog een scoop van waar... of wachten we het af? Op de website misschien. Ja, nou, er komen heel veel besloten feestjes aan. Dat is iets lastiger, denk ik. Volgend jaar zit er wel weer veel aan te komen. Ik zou zeggen, hou vooral mijn social media in de gaten. Of kijk op mijn website, www.nielsvankolenburg.nl. En op Facebook heet ik gewoon Niels van Kolenburg. Op Instagram Niels van Kolenburg. Overal te vinden. Overal okay. Op Niels van Kolenburg. Goed. Komt helemaal goed. Ja. Bedankt voor je komst in de studio. Ja, leuk dat ik mocht zijn. Hartstikke leuk. Hartstikke top. En volgend jaar gaan we het gewoon nog een keer doen. Ja, zo is het. Dus de door is single eruit. Goed, hier is Tom Jones en Delima. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My Delilah. See you.